Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik eens even intappen op wat jouw engelen jou willen vertellen. We gaan gewoon kijken welke boodschappen er door mogen komen. Ben ervan bewust, het blijven collectieve readingen, dus het kan niet met iedereen resoneren. Neem echt alleen wat van toepassing is op jouw tijdlijn op dit moment. Laat de rest lekker los. Ook zijn het tijdloze berichten, dus mocht je deze video op een heel ander moment zien, zal er altijd wel ergens een kleine boodschap of wat meer informatie voor jou in de video zitten. Ik heb wat kaarten klaargelegd, kaartendeks, orakelkaarten, wat gerelateerd is ook meer aan de engelen. Dan gaan we daarna met de tarot gewoon weer verder de verklaringen doen. Het voelt voor mij dat het een spirituele boodschap zou kunnen zijn voor velen van jullie. Nu weet ik natuurlijk ook dat er heel veel mensen kijken als lichtwerker. We krijgen onderkant dek, krijgen we zielsliefde. Deze neem ik wel heel even mee, maar leg ik wel een beetje in het hoekje. Zielsliefde. En we hebben verlichting. Even kijken. Zo. Nou, deze laten we nog even gesloten liggen. Ik pak ook nog een andere engelenboodschap. Die laten we ook nog even gesloten liggen. Die zal ik eind van de video even oplezen. We pakken nog een engelentherapiekaart erbij. We hebben integriteit. Breng in al je handelingen één lijn aan, zodat zij in overeenstemming zijn met je eigen waarden en je innerlijke wetenschap van wat goed voor jezelf is. Heel mooi. En we hebben nog vergeving schenken. Vraag de engelen om je geest en lichaam schoon te maken van oude pijn in ruil voor rust. En die rust en reinheid is nodig om dat stukje zielsliefde te kunnen voelen. Dit is zielsliefde wat eigenlijk gewoon in jouzelf zit. Hè? Dit is een proces van ontwikkeling, het grotere geheel. Het voelt voor mij, wat ik al zei, hè, dat het een spirituele reading zal gaan worden. Vooral voor de lichtwerkers onder ons die aan het kijken zijn. Nu ben je misschien nog nieuw op dit kanaal. Heb je zoiets van, wat is een lichtwerker? Dat zijn eigenlijk... waarschijnlijk ben jij er ook een van, want je komt niet voor niets op dit kanaal. Dat zijn mensen, lieve zielen hier op aarde, die een dubbele taak hebben. Die ook meehelpen in het verlichten van het collectief vanuit een hoger perspectief en trillingsenergie. Waarin je dus bepaalde patronen mag doorbreken in je eigen leven en nieuwe kennis op kunt doen om vervolgens ook met deze kennis verdere stappen voor te zetten. Ook zijn er mensen die dus ook het stukje helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderproevend hebben. Waarbij dus een sterke intuïtieve ontwikkeling is gegroeid of nog gaat komen om dit te kunnen creëren in een hoger niveau. En heel veel mensen die hebben er zelf niet helemaal een besef van dat dit in zijn of haar systeem misschien ook verstopt zit. Maar je wordt niet voor niets naar dit kanaal getrokken of überhaupt als je readingen kijkt of daarmee bezig bent. Dan ben je al bezig met je bewustzijn en dan zal er ook bij jou nog meer in het vat zitten als waar jij nu op dit moment zicht op hebt. Dus dat is heel erg mooi, want dat is een teken dat... je de ruimte nu ook gaat nemen om bepaalde stappen te kunnen gaan zetten. Vergeving schenken. Ik voel ook wel dat er voor sommigen bepaalde karmische koorden doorbroken gaan worden de komende tijd. En die karmische koorden zijn nodig om dus nog meer en verder in die verlichting te kunnen komen. We krijgen snelheid. Deze situatie verandert in een snel tempo. Ga mee met deze stroming. Dus de engelen geven aan van oké, het is nu de tijd dat er ook iets mee gaat gebeuren. Je bent er klaar voor. We ondersteunen jou. En
Jij mag nu op deze pas verder voort gaan lopen. En we krijgen kracht. Geloof in je eigen kunnen. Je bezit een enorm doorzettingsvermogen. Want als lichtwerker heb je natuurlijk al heel veel voor de kiezer gehad. En heb je af en toe het gevoel van, houdt het nu nog, ja, houdt het gewoon niet op. Dit alles is om jou verder in die verlichte staat te kunnen krijgen. En als je daar inzicht over gaat krijgen waarom iets gebeurt, dan zul je ook merken dat je kunt ontkoppelen van karmische elementen in jouw leven. Een stukje vergeving is daar een onderdeel van. Vooral het oude pijnstuk, hè, wat je misschien al heel lang in jouw systeem meeneemt, kan ontkoppeld gaan worden. Dat zal niet altijd 1, 2, 3 met een vingerknip voorbij zijn. Maar je zult wel merken dat het makkelijker gaat worden naarmate jij die vergeving daarin schenkt. Voor sommigen kan het namelijk zijn dat je daar meerdere aandachtsmomenten voor nodig hebt om dit te kunnen creëren. En dat allemaal is belangrijk dat je dan ook echt één lijn daarin trekt, zodat alles in die energiestroom ook opgelost zou kunnen worden. Pak nog twee kaartjes erbij. Oh, dat is heel interessant. Deze kaart kreeg ik net ook al onderkant dek. Er komt een boodschap jouw kant op. Voelt voor mij dat het een energetische boodschap is. Dus echt vanuit jouw gidsen, engelen. Waarbij jij de speelsheid van het leven weer gaat ontdekken. Een stukje innerlijk kind is daar een onderdeel van. Dat je ook de ruimte weer vrij gaat maken om je innerlijk kind te kunnen laten, ja, actief te kunnen laten zijn. Waarom ik zeg interessant is omdat we de snelheid hebben, maar hier langzaam. Soms heeft iets gewoon wat meer tijd nodig om zich in de juiste vorm te kunnen ontwikkelen. En dat is wat ik net zei, hè? Soms is die vergeving iets langer nodig of mag je dit vaker in je energiestroom activeren, zodat het ook ontkoppeld kan worden. En we krijgen waag die sprong. Je mag onbevangen een nieuwe sprong gaan wagen. Stap uit je comfortzone. En die comfortzone, samen met die langzame kaart, geeft aan dat jij misschien zelf even de rem erop hebt gezet. Terwijl het nu de tijd is, volgens jouw engelen, van oké, ga er maar mee door. Wij vangen jou op als het nodig is. We staan gewoon klaar voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen, lieve ziel, is deze engelen dan ook aan te roepen op het moment als jij deze ondersteuning kunt gebruiken. De tempo van deze ontwikkeling kan dus heel snel gaan, mits jij zelf niet iets tegen gaat werken. Dus blijf op dat stukje één lijn zitten, dan zul je merken dat jij veel meer al in jouw bezit hebt om iets door te kunnen pakken. En dat je al verder wellicht op jouw pad bent als waar jij naartoe hebt gekeken. Nu kan het zijn dat jij ergens tegenop hebt gekeken, als een berg tegenop heb gekeken tegen een situatie of een ervaring. En als jij nu in de staat van zijn terug gaat kijken naar dat moment, zul je merken als je achter je kijkt op dat pad, dat het kleinere kiezelsteentjes zijn geworden en geen hoge bergen meer. En dat heb jij dus al voor elkaar gekregen om dit te kunnen verkleinen. En dat is ook een stukje één lijn trekken, maar ook het stukje vergeving, het schoonmaken van energievelden wat niet voor jou bestemd is. Want sommige bergen waar je tegenaan zit te hikken, is het gewoon ook de energie die een ander bij jou heeft achtergelaten, die jij op aan het lossen bent. En dat is dus als lichtwerker heel vaak dat in jouw systeem kan gaan komen, omdat jouw aura veel gevoeliger is, jouw voelsprieten staan verder uit. Soms heb je aura lekken of zuig je gewoon energie van andere mensen op. En als je dit te vaak doet zonder dat je er bewust van bent, kan het dus zelfs zijn dat jij problematieken in jouw lichaam of in jouw situatie ervaart, terwijl dit helemaal niet van jou is. En daar mag je dus van ontkoppelen. En dan zul je ook merken dat er een hele andere stroming voortgezet kan worden. En dat de handrem eraf wordt gehaald om dus ook echt in deze nieuwe stappen ware potentieel te kunnen bewandelen. Maar we pakken eens even nog wat tarotkaarten erbij. Zo.
Kijk, ben je als man aan het kijken, kan dit evenals jouw energie zijn. We bezitten namelijk allemaal vrouwelijke en mannelijke energiestromen. Koningin van Bekers voelt voor mij dat jij bepaalde emoties onder controle hebt. Dat je weet wat je wil. Ondanks dat het soms misschien even wat kan rommelen en onrustig kan zijn, weet jij wel weer hoe jij dit vorm kunt geven om de stabiliteit te behouden. Dit ook omdat jij intern communiceert met jouw innerlijke stem, of met je gidsen, of met je engelen. Waarbij je dus ook merkt van oké, als ik deze situatie aan kan, dan moet ik zo handelen, of dan voel ik dat ik zo kan handelen om een bepaalde stabiliteit hoog te houden, om ook dicht bij mezelf te blijven en niet over mijn eigen grens heen te gaan. Want dat is wel een stukje wat ik voel bij jullie lieve zielen, dat jij ja, in het verleden of misschien af en toe nog, dat je jouw grens niet heel goed aangeeft en dat mensen daaroverheen gaan. En zodra jij er bewust van bent, kun je daar ook iets mee doen. Het is dus dat leren ontdekken waar jouw grens ligt, waar jij je dus prettig bij voelt. Daar mag je dan ook echt duidelijkheid in scheppen en dit ook uit gaan spreken. Vooral als je dus met andere partijen te maken hebt. Maar ook naar jezelf. Niet van oké, mijn grens ligt eigenlijk hier, maar ik moet nog dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit doen. Ja, maar dan zit je er al zo ver overheen. In plaats van dat je op dat moment even je rust neemt en dus die energie weer even kan zakken. En als dan hier jouw grens ligt en je staat dan weer daar. Oké, ik kan dit en dit en dit en dit en dit met gemak weer oppakken. Zonder dat ik over mijn grens heen ga. Misschien is het dan een dag later bijvoorbeeld. In iets met je huishouden of wat dan ook. Maar je weet dan wel daar je grens in te bewaken. Leg je lat ook niet meer zo hoog. En daarin kan ik zelf uit eigen ervaring spreken. Dat als je dit lager gaat leggen. En niet zo geobsedeerd ben dat bijvoorbeeld je huis helemaal aan kant moet zijn, of dit perfect in lijn moet liggen met alles in je leven, dan wordt je leven ook rustiger en kun je het ook makkelijker ervaren. Want als jij continu hier een grens hebt, maar er ligt allemaal activiteiten hier, maar jouw grens ligt hier en je bent continu erbovenaan aan het werk, dan put je jezelf uit. En dan kun je je voorstellen dat je eerder ook in een vermoeidheidssituatie terecht gaat komen. Of zelfs in een burn-out. Want de meeste van jullie die aan het kijken zijn, hebben in het verleden of voelen dat je op dit moment tegen een burn-out aan zit te hikken. Of heb je die dus in het verleden al gehad. Bijna alle lichtwerkers krijgen ermee te maken. Ook anderen natuurlijk. Maar ik praat nu even in de lichtwerkersvorm. Omdat ik gewoon weet dat op dit kanaal heel veel mensen daarvan uit kijken. En dat dit dus juist de eye-opener is. Dat jullie dus ook echt voor jezelf mogen kiezen, lieve ziel. En dat je ook echt mag inschatten en gaan voelen hoe belangrijk jouw taak hier op aarde is. En dat jij heel veel teweeg kunt gaan brengen. En als jij bijvoorbeeld in contact gaat komen met een andere lichtwerker, dat je juist die krachten heel goed en mooi kunt gaan bundelen om deze nog verder te gaan vergroten. En dan krijg je dus ook die koppelingen in die zielsliefdes. Hè? Want als je die krachten gaat bundelen, gaat die verlichting upgraden. En als jouw licht meer gaat stralen en het licht van een ander waarmee jij connect, en als je dan samen nog meer gaat stralen, dan kun je je voorstellen dat je nog meer mensen kunt gaan bereiken in hier op aarde. En dat je nog meer kunt creëren. En dat je nog meer een domino effect op anderen kunt hebben. Jullie zijn stuk voor stuk allemaal mensen die een eye-opener zullen zijn voor een ander. Zo is iemand voor jou een eye-opener geweest. En zo zijn jullie dat ook voor anderen. De energie is in ieder geval in volle gang en volop naar voren. En je zult ook merken dat er meer en meer gecommuniceerd gaat worden vanuit een hogere goed. Waarbij je dus ook merkt van oké, ik zit inderdaad in mijn energiestroom. We krijgen de 5 van zwaarden op kop. Waarbij ik niet meer die conflict innerlijk voel. Maar dat ik toch ook echt op kan anticiperen van oké, dit ervaar ik. Dit voelt voor mij oké. Ik wil hier ook verder op. Het stukje vergeving. Stel dat er een situatie is geweest dat iemand jou heel veel pijn en verdriet heeft gedaan. Om welke reden dan ook. Hè? Dan ben je op een gegeven moment in een staat van zijn dat uit emoties dat je niet kunt zien waarom iemand misschien zo heeft gehandeld. Maar als je dan dat even gaat ontkoppelen en dat je ook gaat invoelen van oké, maar hoe kan het zijn dat iemand anders deze stappen heeft gemaakt of keuzes of beslissingen of woorden heeft gezegd?
als jij het vanuit een oogpunt van deze persoon gaat kijken, misschien heeft die persoon ook wel een traumatische ervaring of slechte relaties achter de rug of een pechdag op het werk gehad of wat dan ook. Heeft deze persoon nog niet het recht om jou op dat moment zo aan te spreken of te behandelen? Maar dan kun je het wel beter redeneren waarom er iets is gebeurd, ondanks dat jij er pijn van hebt gehad. En kun je wel die vergeving schenken naar die persoon toe. Want het is 9 van de 10 keer een domino effect waarom er iets gebeurt en waarom jou iets overkomt. En het is altijd dat er meerdere energiestromen mee te maken hebben. En dan zul je ook merken dat bepaalde keuzes en richtingen anders zullen zijn als dat je voorheen zou doen. Als jij hartzeer zou hebben, zou je misschien andere beslissingen nemen of andere uitspraken doen. Of die situatie anders afhandelen als dat je in jouw verlichte staat van zijn blijft staan. En dan zul je ook merken dat dat een hele andere vernieuwing is waar jij gelukkiger van zult zijn als dat jij weer in die verlaagde trillingsenergie gaat zitten. In je ego, in je emotie. Want dan zul je ook merken dat de energie weer gaat stagneren. En dat het gewoon weer wat langzamer gaat. Dan word je weer gewoon teruggezet op je pad. En dan mag je weer de tijd nemen wat je nodig hebt om deze les nogmaals goed te integreren in jouw systeem. We krijgen de koning van munten erbij. Hij komt op kop. Moet hij op kop? Nee. Die wel. Nou, ze maken een rare sprong, de kaarten. Oké. Een verklaring nog even bij de aas van munten op kop. Oké, ik krijg al wat dingen door. Voor sommigen kan het zijn dat er bepaalde keuzes en beslissingen gemaakt dienen te worden, waarbij jij dus te lang en vast heb gezeten. Wat ik al zei, in dat negatieve stukje of die ego-activiteiten. Blijf trouw aan jezelf. Blijf trouw aan jouw gidsen en engelen en innerlijke stem waar jij dan ook mee connect. Hè? Dit is een boodschap van je engelen, maar het is natuurlijk allemaal met elkaar in verbintenis. De aas van munten. Er is ergens een toxisch iets geweest. En deze is doorbroken omdat dit geen staat van zijn kon hebben. Daardoor krijg jij dus nu de keuze om van richting te bepalen. Het kan dus zijn dat jij een nieuwe richting in gaat zetten, waarbij jij nieuwe stabiliteit kunt gaan ervaren. Maar het kan ook zijn dat jij iemand kunt gaan treffen die jou weer in energie omlaag probeert te trekken. Of die negatief misschien negatieve invloed op jou heeft. Nu krijgen we wel de koning of de redder van bekers er ook bij. Dus daar pak ik ook nog even een extra kaartje bij. Want dit voelt voor mij als jouw eigen stabiliteit. Wat mag ik weten over de redder? Oké. Lang gekoesterd moment waar jij op zit te wachten dat er toch iemand naar je toe mag komen. Ben je als single aan het kijken of als persoon in een relatie, maakt niks uit. Want het kan ook gewoon, hoeft niet per se iemand te zijn op romantisch vlak. Maar het gaat er meer om dat er iemand op in jouw leven mag gaan komen. Of dat je dat zou willen wensen. Waarmee jij een emotionele connectie hebt. En meer voelt voor mij echt dat die zielsconnectie. Wat dus totaal niet altijd romantisch hoeft te zijn. Wat iedereen vaak wel romantiseert. Maar je kunt ook vriendschappen hebben op zielsniveau. Misschien is het een van je kinderen, je ouders, iemand op de werkvloer. Dat zijn elementen wat dus duidelijker gaat worden de komende tijd. Wat dus afgesloten dient te worden, zal er ook voor zorgen dat een stroming verder voortgezet kan worden. En dat die conflict in jou niet meer actief zal zijn. En als dit wel weer even boven water komt, dat stukje conflict, dan mag je je eigen weer afvragen, heb ik mijn totale les geleerd, ja of nee? En wat zit er nog aan gekoppeld dat ik dit op dat moment weer ervaar in een negatieve stroming? Kan ik hier iets mee of mag ik dit los gaan laten? Want we hebben hier de herstel, de 4 van zwaarden, het stukje heling. Hè? Maar we hebben wel de wereldkaart. Dus je gaat een cyclus voltooien. En dat heeft dus met een zielsverbinding te maken. Waarmee jij dus of beëindigd gaat worden. Of dat je nu dus iemand gaat ontmoeten waarmee dat zielsniveau te maken heeft.
Maar je bent nog wel in een bepaalde afwachtende positie. En dat is dus je eigen rem, die handrem die je erop zet. Dus het is belangrijk om die handrem eraf te halen. Als je ook daadwerkelijk er doorheen zou willen gaan, dan zul je ook die verlichting in kunnen zetten. Kun je ook merken van oké, ik ben er nu klaar voor. Ik kan die vergeving schenken. En die snelheid gaat dan geüpgrade worden. En dan zul je ook merken dat je, ondanks als het weer even... dat je die tweesprong weer krijgt, hè, of die trigger, of die les weer op je pad. Jij weet dan wel hoe te hanteren en hoe je dit vorm kunt geven. En als je dit in de juiste staat doet, zul je dit ook kunnen ontkoppelen en krijg je er meer ruimte en rust voor terug. Maar we gaan eens even kijken wat we nog als engelenboodschap hebben. We hebben Leila. Breng voldoende tijd door in de vrije natuur, terwijl je mediteert over je droomwensen en je intenties. Vraag de engelen om je te helpen een positieve kijk op de dingen te krijgen. Dus wat ik al zei, bepaalde ego of negatieve gedachten, dat mag je ontkoppelen. Lukt het even niet, ga dan de natuur in, blijf goed gegrond en vraag je engelen om ondersteuning. En we krijgen daarbij nog inzichten. Engelen van licht, vertrouw op ons. Wij zijn graag je mentor op je spirituele pad en geven je de inzichten die je nodig hebt. En dat is dus wat ik hier ook doorkreeg. Dat je ondersteund wordt. Het enige wat jij hoeft te doen is ze ook aan te roepen op een moment als jij ze nodig hebt. En dan zullen ze jou ten alle tijden kunnen helpen met welke situatie dan ook. Heb je het even moeilijk? Zit je even in zo'n toxisch elementje of een triggermomentje of een situatie waar je het gewoon even lastig vindt om vergeving te schenken? Roep ze dan aan. Vraag wat je kunt doen. Innerlijk krijg je de boodschappen door en anticipeer daar dan op om te kunnen ontkoppelen en vervolgens weer zonder pijn en het oude pijnstuk te kunnen verlichten uit je lichaam, waarbij je hartchakra verder gaat stralen en dus ook meer kan het universum in kan zenden en dus ook dat stukje domino effect op anderen weer kan gaan creëren. Nou, hele, hele mooie boodschappen vandaag vanuit de engelen. Ik hoop dat deze boodschap iets heeft gedaan voor jou. Dat je er iets in hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video is. Of als dat het voelt als jouw video. Kijk hem anders op een ander momentje nog even terug. Als je zoiets hebt van ja, het past nog niet helemaal. Dan kan het wellicht op een later moment wel voor jou bestemd zijn. En dan mag je altijd een like of een berichtje achterlaten. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!